dat ik ook verstaan naar de eerste plaats. Dus ik heb het wetboek kent de vordering tot beëindiging van het strafproces niet. En dat had de PG verzocht. Hij had verzocht beëindiging van het strafproces. En dat verzoek kan volgens het wetboek van strafvordering niet gedaan worden. En als je volgens het wetboek van strafvordering een verzoek niet kunt doen, dan kan dat verzoek dus ook niet worden toegewezen. En als je daartegen in beroep gaat, dan zal jouw beroep dus moeten worden afgewezen. En dat is vandaag gebeurd. Gezien de historie van het 8 december strafproces kunnen we niet uitsluiten dat er wederom obstakels opgeworpen worden. In ieder geval, de strafrechtelijke trein is weer op de rails. En we hopen dat we naar het volgende station kunnen gaan zonder dat er dwarsliggers op de rails geplaatst worden of erger nog de rails uit elkaar gehaald wordt. We hopen dat de trein die nu weer is gaan rijden veilig aankomt bij het volgende station. En hoe lang moet de trein nog voortgaan om bij het volgende te komen? Wel, het is een megazaak, dus het is niet een zaak van één verdachte. Er is veel bewijslast, er is een dik dossier, dus ik neem aan dat het een en ander wat langer zal duren dan normaal. Maar als u eenmaal in dit stadium bent, dan mag u toch rekenen in termen van maanden en wat mij betreft niet in termen van jaren. Natuurlijk is het een goede dag, want als een proces bijna 10 jaar geleden begonnen is, dan verlangen ook wij, samen met de nabestaanden en samen met de Surinaamse samenleving, die ook in de rechtsstaat wil en moet leven, dat er nu een einde komt aan dit proces dat al bijna 10 jaar duurt. Mijn vierboom, mijn ati apprecieer. En leksami betak altijd en met tantakking. Ik blijf het zeggen, het recht zal zegevieren. God daarboven, hij slaapt niet. Die mogen wel.